Maar dat ik wel merk is soms dat mensen of jonge ondernemers soms te weinig lange termijn visie hebben. Hè? Of te snel denken aan een exitplan. Ja, maar dat is ook hetgeen dat hen opgelepeld wordt. Hè? Men begint vandaag een onderneming en de meesten zijn onmiddellijk bezig met geld ophalen. Dus ik bedoel, de ziekte, vroeger als ik een bedrijf had, hoorde ik bij veel bedrijven was het probleem, als ze spraken over hoe succesvol is je bedrijf... Omzet maken. Nee, dat werd afgemeten op hoeveel mensen heb je. Ja, maar ook volledig een verkeerde metric. Ja, ik had zoiets van, hoeveel mensen heb je, liefst zo weinig mogelijk. Als ondernemer wens ik niet veel personeel toe, ik wens je veel EBITDA toe, voilà, dat zie ik ook altijd. Dus liefst zo weinig mogelijk mensen. Vandaag dag is dat veranderd in hoe goed is je onderneming, hoeveel geld heb je opgehaald. Ja, maar nee, hè. Ik bedoel, hoeveel betalende klanten heb je? Hoeveel winst maak je daarmee? Of hoeveel groei zet je neer en dergelijke meer? Maar natuurlijk, op het moment dat je geld begint op te halen, ja, dan is het probleem dat veel van die investeerders willen er op een bepaald moment ook uit. En dan zit je, ik bedoel, seed, series A, B, C, D. Ik bedoel, dat bestond vroeger allemaal niet. Allee, dat bestond toen wel, maar dat was voor... een aantal bedrijven de juiste piste. Vandaag is dat precies voor elk bedrijf de absolute piste. Precies alsof dat je moet geld ophalen, veel geld ophalen, snel doorgroeien. Nee, dat hoeft niet. Maar dat is wel een beetje, denk ik, de fout van de pers, van de media. Hè, tegenwoordig, dat komt ook zo in de krant. Hè. Je bent succesvol als je een aantal miljoen euro hebt opgehaald en... Allee, bon, je hebt in PR gezeten, dus je weet dat je de groot alles waarschijnlijk de wereld in kan sturen. Maar in PR gezeten hebbende, ben ik ook de eerste om te zeggen van... het is te gemakkelijk om dat op de media te steken. Hè. Het zijn de mensen zelf die het nog altijd doen. Hè. Ik bedoel, ik reken nooit iemand af op basis van hoeveel geld heb je opgehaald en dergelijke meer. Het zijn de andere mensen die dat doen. En op dat vlak... In Vlaanderen niet helemaal, moet je daar al enorm mee opletten. Hè? Want ik bedoel, men gunt u succes, maar men kijkt vooral eerder uit naar als het misloopt. Hè? Dus, we leven in een judging maatschappij. Ja, en dat vind ik zonde. Ik bedoel, als iemand dat goed doet, dus te beter voor hem of voor haar.